ben correct juist erachter worden, dus dat was wel heel leuk. Dat ik geluk dat hij daarna stemmen mocht. Ien die 18 jaar oud en voor dadelijk stemmen. Dat orkaan Mats Baarsma van Hurre Griep. Een bijzonder moment, want hij vindt het wichtig dat je op jonge leeftijd het stemrecht hebt. Ik heb wel echt naar de partijen schoen, ik naar de, hun verkiezingsprogramma steeds maar. En ik heb verschillende stemwezers dienen. Ik heb de gewone natuurlijk en de Friese kieskompas. Ik kwam wel een beetje bij verschillende dingen uit, maar het meeste wel bij één partij. Dus, en toen heb ik daarna nog schoen van Binka Thema Iens, maar dat bij Rossa. Goedemorgen. Goedemorgen. Dankjewel. Alsjeblieft. Heb ik een legitimatie? Zeker heb ik niet. Ja, heel goed. Ik heb links gestemd. Ik wil best zeggen wat het is. D66, gewoon op de lijsttrekker, Rob Jetten. Dat weer de partij waar ik het meeste stellingen wil maar in is bij je. Dat is natuurlijk heel moeilijk, want er binnen alle partijen heb ik dingen dat ik zeg van nou dat is correct niks. Maar dit weer Woldegene werd ik het meeste gevoel bij had. De partij die erop stemt had, sluit aan bij zijn plannen voor de toekomst. Ik wil letterlijk zeker met de natuur werken en zo. Dus daar wil ik een opleiding mee doen. Dus dat vind ik het klimaat en dat soort dingen allemaal wel heel belangrijk. Dus een partij die daar vast zit, daar wil ik wel op stemmen. Ja.